Voor degene die jou niet kennen, stel jezelf even voor. Ik ben Celina Cirino, 18 jaar, kom uit Amsterdam, train bij VOS, vecht A-klasse. Ja. Hoeveel A-klasse heb je nu in totaal gevolgd? Hoeveel partijen? In totaal heb ik nu 84 wedstrijden, waarvan... Zo, ik moet even die coördinatie weten. Ja, ja, 3 verloren, 4 onbeslist, de rest gewonnen. Nice. Als je jezelf zou kunnen omschrijven, wat voor soort vechter ben je? Ik ben een all-round vechter. Het is gewoon, ik pas me altijd aan. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren. Ja. En ja, dat is het eigenlijk. Waarom zouden mensen een kaartje voor jou moeten komen kopen? Ik breng altijd spektakel voor een damespartij. Mensen willen mij gewoon zien vechten. En ik heb mooie KO's op mijn lijst. Dus, ben je rechts voor, links voor? Beide. Aha, ja. Dat zag ik zojuist al, dus ik dacht, laat me even vragen. Linker hoge tap zet je soms in? Klopt, ja. Vaak naar voren willen gaan, bewegelijk. Mm-hmm. Wat zijn volgens jou je sterke punten? Ik ben boksend goed. Trappen zeker, ja. Vooral wat je hebt gezien, linker trap. Ja, dat is mijn wapen, zoals iedereen weet. Daar sta ik onbekend, dus... Nice. Ja. Ik ben nu 18. Waar denk je dat je zal staan wanneer je 25 bent? Echt aan de top. Gewoon alle titels die er te halen zijn op mijn naam. Maakt niet uit welke divisie. Nu heb je een soort van 3 grote organisaties in Nederland. Dat is dan Infusion, heb je Glory en dan als het goed is WFL. Ja. Zou je later ook voor Glory willen uitkomen? Ik zou alle titels willen pakken. Dus maakt niet uit, Infusion, die komt eraan. Ja, toch? Dus die ga ik alvast vestigen. Ja. En daarna zien we wel weer. Ja. Dus je wil ook echt graag gewoon dieper voor die titel gaan, ook bij Infusion. Ja. En voor welk gewicht zou je dan willen? Ik vecht 23 juni voor de 64 kilo titel. Oké dan. Maar 61 gaat ook van mij worden. Oké dan. Ja. En dat is dan in? Groningen. Ja, Groningen. En wie wordt je tegenstander? Wie is diegene die nu de belt heeft? Ja, de titel is nu van kant gesteld. Oké, duidelijk. Dus Sarel. Twee nieuwe mensen, ja. Jij en dan iemand anders. En wie wordt dat? Dat is Sarel de Jong. Oké. Daar heb ik al eerder tegen gestaan. Hoe was dat gegaan? Ik heb de eerste ronde op knockout gewonnen. Oké. Maar dat is 2 jaar geleden. Iedereen kan beter worden. Klopt. Dus ik zorg gewoon voor dat ik klaar ben. Maar jij ook? Ik zeker. Ja, toch? Dus hij moet aan de bak. Ja, ik sta sterk in mijn schoenen. Ja. Oké, helemaal perfect. Wie wil je nog bedanken? Ik wil sowieso mijn moeder bedanken. Altijd, elke dag dat ze er voor me staat. Dat ik nog doorga met deze sport. Nice. Mijn broertjes, mijn zusjes, familie, sponsoren, trainers. Beste trainer, Ivan Hippolyte. Ja, top gewoon. Helemaal nice. Ja, de rest. Wat heb je tegen de mensen te zeggen die nu naar je kijken? Wat kunnen ze dit jaar van jou verwachten? Blijf mij supporten. Er komen zoveel mooie dingen aan. En je nieuwe champ is hier. Onze nieuwe champ is hier. Bang, bang. Volgende. Heb je misschien Instagram of zo? Ja, volg me op Instagram. CH7LL. Volg me op Snapchat. CXMarta. Gewoon volgen. En wij gewoon fightpress.nl. Volg hen ook. Blijf volgen. Leuk. Much love. Dankjewel, Toepen. Het was leuk. Dankjewel.